ik heb een soort van gevoel dat ik niet echt makkelijk kan uitleggen aan mensen. Maar ik geloof dat ik het met kunst, dat ik het echt het beste op die manier kan uiten. En mijn favoriete manier om het te uiten is... Zo, kijk eens wie wakker is. Voor heeft gekozen om films te maken en wist u altijd al dat u films zou maken? Nee. Vroeger geloofde ik niet dat het echt mogelijk was voor mij om films te maken. Ik zag het meer als een soort van droom of zo. Ja. Ik had zoveel angst om een ander pad op te gaan dan alle andere mensen om me heen. Dat ik al mijn passie gewoon negeerde. Ik negeerde mijn drang om mensen te inspireren en om gewoon uniek te zijn. Maar naarmate ik meer levenservaring begon te krijgen, toen begonnen mijn grenzen van wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En alle verschillende culturen en zo en verschillende soorten mensen. Dat begon allemaal uit te breiden. En dat is eigenlijk ook wat ik wil laten zien in mijn films. Ik hou ervan om diversiteit en verschillende aspecten van de wereld en verschillende soorten mensen te laten zien. Verschillende perspectieven. Toen ik voor de eerste baan kreeg. Het was niet lang geleden toen ik besloot om naar Nederland te verhuizen en uit mijn comfortzone te gaan. Maar mijn ogen zijn ook open gegaan. Hoeveel mensen kan ik inspireren om hun visie te vergroten en hun perspectief uit te breiden? Het is een moeilijk pad, maar dat is wat mij fascineert. Daarom begint een mooi verhaal ook pas buiten de comfortzone. Dat is waar je de mooieheid van de wereld ook kan zien.